De Nederlandse Suzanne Dikker woont al jaren in New York. Ze werkt als neurowetenschapper. Op haar 41ste heeft zij al een dosis van het vaccin gehad. Het verbaast haar dat de VS zo snel is. We zijn natuurlijk wel opgegroeid met het idee dat ja, in Nederland heb je een goed georganiseerde, efficiënte regering. En hier is de overheid log. Maar goed, nu heb je dus opeens een situatie die andersom voelt. Ze filmt zelf hoe haar vaccinatie compleet wordt. 1, 2, 3, little bit. Ik heb nu wel echt het gevoel dat we in de buurt aan het komen zijn van de finishlijn. Amerika heeft al heel vroeg veel vaccin ingekocht. En hier hoef je niet te wachten tot je wordt opgeroepen. Je gaat er zelf achteraan. En dat kan gewoon bij de apotheek. We can't wait to get everyone vaccinated, certainly. Er zijn ook mega vaccinatieplekken. Excited to get the vaccine? Very excited. Op deze locatie alleen al zijn 250.000 prikken gezet. Het gaat hier in Amerika als een speer. 4 miljoen vaccinaties op een dag. 40% van de bevolking heeft minstens één prik gehad. En aan het eind van de maand komt iedereen boven de 16 in aanmerking. Ongeacht je gezondheid of je beroep. Iedereen. Just got vaccinated. You got it. Yes. How are you feeling? I'm feeling great. In de VS zijn er ook zorgen om virusvarianten en de besmettingen die toenemen. Maar terrassen zijn gewoon open. Omdat zoveel mensen hun prik hebben gehad, zijn minder draconische maatregelen nodig. There is a bit of relief, but also I'm trying not to be too cavalier about it. Suzanne belt even met haar moeder in Amsterdam. Hi, ja, ik heb net mijn tweede prik gehad. Ja, ik hoop dat jullie ook snel aan de beurt zijn. Het is Frang. Zij wel beschermd tegen COVID, maar haar ouders van in de 70 niet. Het voelt raar. Het voelt alsof dat niet de bedoeling is dat het op die volgorde zou gaan. Ik ben pas echt opgelucht als zij ook allemaal hun prikken hebben gehad. Want het is een race tegen de klok. Erik Mouta, RTL Nieuws, New York.